Vandaag stijgen we op vanaf het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis tussen Heerlen en Aken. Het uiterste zuidoosten van onze provincie willen we u vandaag laten zien. Bocholtz en Vaals. Avantis ligt pal naast de snelweg A76 die hier bij grensovergang Bocholtz overgaat in de Bundesbahn 4. En die loopt van hier tot aan de Poolse grens met een onderbreking tussen Krombach en Hersveld, dat wel. Als we de grensovergang zijn gepasseerd, bevinden we ons al boven Bocholtz, gemeente Simpelveld. Aan de rand van het dorp met 5.500 inwoners ligt de hoeve Overhuizen, die vroeger zeker wel Oberhausen zal hebben geheten. Die naam komen we al in begin 14e eeuw tegen in archiefstukken. Een historische plek dus, waar nu het adviescentrum van de Rabobank Centraal Zuid-Limburg is gevestigd. De Jacobus de Meerdere Kerk van Bocholtz is gebouwd in de tweede helft van de 19e eeuw. En het zal u niet verbazen dat ook hier bouwmeester Pierre Kuipers de hand in heeft gehad. En helemaal in de verte, een beetje verscholen in het groen, kunnen we nog net een glimp opvangen van kasteel De Bongert. In een rechte lijn richting Vaals vliegend komen we over een stukje Duitsland om dan hier weer het Nederlandse luchtruim binnen te komen, Vaals. Voor sommigen de Nederlandse voorstad van Aken. De naam komt van het Latijnse vallis, wat vallei betekent. We zien de Maastrichterlaan die de plaats in tweeën deelt. De drukke weg naar Aken is recentelijk heringericht ten faveur van het langzame verkeer. In het centrum van Vaals zien we dat er flink wordt gebouwd aan de toekomst, naast het gemeentehuis. Dat is gevestigd in het Van Clermonthuis, ooit bezit van de Akense textielfabrikant Johan Arnold van Clermont. De Lutheraan stichtte ook de Lutherse kerk. Dat is het achthoekige gebouw op het Van Clermontplein. En dat speelde allemaal in de 18e eeuw, de bloeitijd van Vaals. De kleine plaats stelt 75 rijksmonumenten. Vaals is nu vooral bekend vanwege zijn drielandenpunt, dat ook het hoogste punt is van Nederland. Een van de attracties is het Doolhof. En er zijn twee uitkijktorens, de Wilhelminatoren en op Belgisch grondgebied de Koning Boudewijntoren. En van hieruit heb je op een mooie dag als deze uitzicht op de hele omgeving tot aan de Ardennen en de Eifel.